Hallo allemaal en welkom bij een video die niet de Survival Modpack is. Vandaag is het My Minecraft Redstone en Technic Update IDs. Dit zal Minecraft of mooi aan eigenlijk moeten updaten of moeten doen. Te verzorgen. Zo, dat ziet er mooi uit. Dat zou eigenlijk Minecraft eigenlijk allemaal moeten toevoegen. En hier ga ik denk ik misschien wel af en toe wat meer van doen. Meer van mijn ideeën wat ik wil doen. Om te beginnen. Het zijn er 11, dus 1 bonus erbij. 10 met 1 bonus. Laten we beginnen. De alle Jezus Christus. Kinderen, kinderen, kinderen zitten buiten te schreeuwen. Ik weet niet of je het hoort, maar ik hoor het echt heel duidelijk. Stil, rotkinderen. Ik ben hier. Wacht even, geef me raam. Kijk of die open staat. Staat die open? Oh ja, het staat open. Hij heeft ook wel, denk ik. Want... Zin als het niet. Als ik dicht doe en dat roostertje hier, dat zijn zo dicht. Oké. Hoe rooi dan de minder? Nou, allereerst heeft iets met business te maken en met obsidian. Namelijk het dat is echt heel faal. Obsidian, die uiteindelijk ook een sticky piston kan zijn. Een obsidian piston, die dus obsidian kan verplaatsen. En echte blokken, tot meer dan 24 bloklimit is. Normale blokken. Zo maak ik het. We moeten het eigenlijk kunnen maken dat het gewoon helemaal een diamond is. Dat het wel een beetje. Hoe noem je dat? Expensive. Zeg je dat in het Engels, maar ik weet niet in het Nederlands. Dat kan ik ook. Dat kan ik ook met een slimeball. Dat het ook sticky pistol wordt. Nou, dat is toch wel leuk. Ik heb deze zelf powered gezet. Dat het ook een beetje leuk uitziet. Volgende. Dat had ik al in een andere video verteld. Van wat ik eigenlijk wil hebben. Met dus zo'n pit. Met zo'n. Hopper die naar alle kanten kan wijzen. Volgens mij heb ik dat verteld in wat 1.14 moet komen. Zo'n video. Maar dit ga ik even uitgebreid uitleggen. En zo maken we dat. Dus een andere recipe. Ik zou het gewoon noemen. Zo'n plusje met hoppers. Dan krijg je wel dus 5 hoppers denk ik ervan. Maar als je een power met een repeater. Dan gaat die, kun je instellen of die eerst naar rechts gaat. Dan naar links. Een derde naar beneden. En dan gaat hij weer naar links, rechts, beneden, links, rechts, beneden. Of beneden, rechts, links, beneden, rechts, links. Of links, beneden, rechts, links, beneden, rechts. Dan kun je erin, dan kun je dat hierboven zetten, een minuutje erbij. Of hier zit een minuutje en hierboven kun je de item hopper erbij plaatsen. Maar dan heb je eigenlijk, dan is de hopper eigenlijk gewoon, zie je die slotjes wel, maar dan kun je zelf. Dus kijk, stel je voor hier staat. Kist rechts, dan kun je daarop zeggen redstone. Dan beneden is dan redstone repeats, de andere pistons. Dan hoef je dat niet zelf te doen, dan gaat hij het zelf helemaal uiteindelijk ordenen. Dan kan je hem gewoon zo plaatsen. Dan hoef je niet hem zo te plaatsen of zo. Nee, het kan zelfs gewoon naar beneden. Dus dan werkt dat zo. En als je met een redstone ding aandoet, dan gaat hij uit en dan kan er geen item meer doorheen. Maar als je met een repeater doet. Dan staat de functie wel aan en anders dan doet hij niks. Dus je kunt hem helemaal uitzetten. Of de items er wel in laten. Dus als je dit doet, staat hij uit. Dit kan, gebruikt hij zijn functie. En als hij normaal staat, dan heeft hij wel zijn hopper. Maar dan blijft hij erin zitten. Dus dan kan hij wel items oppakken. Dus een uitfunctie, een aanfunctie en een doenfunctie. Hier iets wat ik echt heel vet zou vinden. Een repeater dat kan draaien. Dus gewoon, ik doe die, dan gaat hij aan. En dan doet deze, doet hij nu, eigenlijk doet hij nu blokken. Maar ik vind dat dat anders moet en dat hij uiteindelijk dan moet draaien. Met een andere piston. Of met een andere piston. Met een andere repeater die dan met redstone dus eromheen maakt. En dan niet, die wordt geblokt, maar dan draait hij zo om. Dat lijkt me echt vet dat dat kan. Als dat kan, dat zou echt vet zijn. Maar ja, gelukkig of helaas gaat dat niet. En er moet wel een. Je kunt hem gewoon met tik doen. Maar dat maakt echt heel veel uit. Dus gewoon, eigenlijk moet dit gewoon worden toegevoegd. Dat lijkt me zo vet. Dan kun je een draaiende business maken. En dan gaat alles veel makkelijker als dat het nu gaat. Hé, hey, weet je wat hier staat? Er staat hier een B. B van. Boom of bal of bak of wat dan ook. Nee, dat klopt niet. Maar oké, de volgende is een blokbreker. Dan maak je met 6 cobblestone dan. En dan met een diamond pickers boven in het midden redstone blok en het onder redstone dust. Dan krijg je met een rood blokje met een
met iets eraan, ik weet niet. Maar dan kun je naar alle kleuren veranderen. Nou, dit heb ik weer gezien als een pickaxe. Hij gaat eigenlijk, als je hem neerzet, en dan uiteindelijk de lever zo plaats gaat hij. Of dan volg je de lever, zeg maar, tot 100 blokken. En dan gaat hij zo 100 blokken. Dus gaat hij eigenlijk, maakt hij elke keer een rondje van rechts, naar rechts toe. Zie je 100, dan mooi. 100, 100, of dan 99, omdat hij dan de andere tegenkomt. Nog een keer 99. En dan zo door, tot hij uiteindelijk in het midden komt. En dan stopt hij en dan kun je hem eruit halen. En dan kun je alle resources verzamelen. Want hij heeft een onbeperkte kistenruimte. Namelijk, je moet het, want hij pakt het op en dan brengt hij naar de dichtstbijzijnde kisten. Waarbij, iets, waarbij een redstone dus, zeg maar, tegen inbouwd wordt. Dus stel je voor, ik doe dit. Met wel een repeater, maar een converter, sorry. Nee, repeater. Als dit zo gebeurt, bij dit paar kisten zo, en dan zo ook. Zo. Of zo. Dan kun je dan allemaal naartoe brengen. Uiteindelijk het ziek is zoals gediend. Die moet je natuurlijk wel bijhalen. Of als hij vol zit, dan heb je een probleem. Maar dan zou het eigenlijk best wel grappig zijn als dat werkt. Volgende. Dat is een soort van hoe de composter eigenlijk zou moeten werken in Minecraft. Maar helaas dat hij dat niet doet. Namelijk is er een delachingsstok. Hoe heet het ook weer? Texture, maar je moet iets gebruiken. Namelijk, je maakt het met twee iron blokken. Aan de zijkant daarboven iron ingots. In het midden is het rest van dust. En middenonder boomiel. En dan kun je het zo plaatsen. Dan gaat dat een stuk sneller. En je kunt het werken op dag of nacht. Als je op nacht zet en je zit onder de grond. Dan kun je dat gewoon op nacht zetten. En dan gaat hij op tijd. Maar als je op dag zet in ondergronds. Dan werkt hij alleen op dag als er licht is. Dan werkt hij. Eigenlijk moet hij sneller werken. Dat zou wel zo vet zijn als dat werkt. Want ja, als je plaatje keek van de snapshot met de composter, dan zag je dat hij in, zeg maar, zo'n dingen staat. In zo'n farm. Bij zo'n village. Maar het heeft geen nut als hij daar staat. Dat vind ik gewoon jammer. Ik denk ik wel, dit is niet het vetste wat ik eigenlijk wil hebben, maar wel een van de vetste. Namelijk een blok met Heart of the Sea met daaromheen Cotton Flesh. Maak jij een hard blok. Zie je het middenplaats met daaromheen Iron Blocks. Hier een item frame met een wapen erin. Dan kan elke tool zijn met elke enchantment. En met daarboven een witte skeleton skull. Kan jij een beest laten lopen als ik hem zo plaats? Gaat hij zo al die kant op en als ik hem zo plaats? Eigenlijk waar de item frame gericht staat, gaat hij heen. Dan gaat hij beginnen met lopen. Zeg je zo. Moet je met, eigenlijk met dit sowieso aangeven. Met magenta. Lees terracotta en diamond of zo vind je te plaatsen. Dat kan gewoon gras zijn, dus dit kan gewoon, oh, dit kan gewoon gras zijn eigenlijk. Maar ik heb dat gewoon beter. Ik heb dat gewoon zo gedaan, beter aan te wijzen. Dus zo, dan loop je dus zo. Dan draait hij om, dan draait hij om. Dan draait hij om, en dan draait hij weer om. Dan loopt hij weer helemaal zo. Dan draait hij om, dan draait hij om. En dan houdt hij de wacht. En als hij de monster tegenkomt, gaat hij daar tegen vechten. En uiteindelijk dan loopt hij bij dicht zijn de blokje. Terug naar de rij. Want dan loopt hij naar dichtstbijzijnde magenta blokje. En dan gaat hij verder met zijn route. Dus dan kun je hem heel je beest zetten. En hij despawnt niet door het item wat hij in zijn hand heeft. Daardoor despawnt hij niet. Dus dat zou wel zo vet zijn. Dan denk ik toch wel het vetste uit deze lijst. Misschien kun je het al aanvoelen en misschien niet. Even zo plaatsen omdat het echt lijkt. Namelijk een pickaxe die dit kan breken. De Endportal Frame. Dan maak je dus met een diamond pickaxe in het midden. Daaronder een blaze rod met nog 5 obsidian bovenaan. Als je dat doet, dan kun je dat weghalen. En dan kun je dat gaan plaatsen in de vorm. En dan moet je dat eigenlijk dit omheen plaatsen. Endstone. In zo'n vorm. Als je dat zo plaatst en zo plaatst, dan is dit er niet. Dan is de endgate ontstaan. En dan moet je hieronder, dus onder elk blokje wel ook endstone plaatsen. Maar dat werkt eigenlijk als spreken. Onder elk blokje, ook in het midden, ook onder de endportal frame. Maar dan moet hij aangaan. Dan kun jij het bij je base plaatsen. Maak ik uit. Er kunnen endermites bij spawnen. Als je het niet goed verlicht.
Of als jij het... ja, het kunnen, als je hem niet verlicht, dan kunnen de Endermines uitkomen en spawnen. Nou, het volgende. Dat is twee Ender Pearls en een Eye of Ender. Dan heb je een Pressure Plate. Die moet je onder... Die moet je onder Endstone plaatsen in die End. Dat werkt niet in de Overworld of in de Nether. Dan, dat is het zo. Minimaal 50 tussen elkaar. Als je dat dus hier overheen loopt, gaat hij naar... Als je deze dus hier klikt, zo kom jij nu en klik je 1 aan. En dan je naam en je wachtwoord. En dan hier precies hetzelfde. Je, de naam van de pressure plate, jouw naam in het spel en het wachtwoord. Dan kun je met elkaar linken. Dan kan er minimaal 50 blokken tussen staan. Dan kun je teleporteren. Dan hoef je geen commands meer gebruiken. Maar dan kunnen mensen hem ook niet gebruiken. Zo. Ja, hij noemt hem bijvoorbeeld 1. Dan kan ik hem ook 1 noemen. Maar ja, je moet je naam invullen en je wachtwoord. Dan kun je hem al sowieso niet linken met de jouwe. Omdat je waarschijnlijk het wachtwoord van dat ding niet weet. En dat ik als het wachtwoord erop staat, kun je hem alleen veranderen als hij breekt. Maar dan moet hij wel gebroken worden door de speler die hem heeft aangemaakt. Dus hopelijk zou dat kunnen in Minecraft. Want dat zou zo vet zijn dat hij eigenlijk niet te hacken is als je zo bekijkt. Ja, als je dit zo bekijkt, als je Minecraft gaat bekijken, kun je dat niet echt hacken dan. Het volgende. Tweede laatste. Betere furnaces. Namelijk een normale furnace met daaromheen iron ingot. Krijg je een iron furnace. Als je dat iron furnace omringt met gold, krijg je een golden furnace. En dan zo door tot en met quartz in deze volgorde. Je kan nog niet zeggen, ja, dan heb ik hem omringd met diamond. Nee, je moet eerst de iron maken, eerst de gold en dan pas de diamond. De normale furnace doet ongeveer 8 seconden. De iron gaat er 5 seconden, de gold 3, de diamond 2, de emerald 1,5 en de... wat ga ik toch even veranderen? En de quartz gaat 0,5 seconden. Dan is het echt, wow, stemoverslag. Maar dan gaat hij echt tik, 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 tik. Dat is echt een hele goeie. Maar je moet eerst de emerald zien te maken. En emerald is op zich best moeilijk te vinden. En quartz niet. Dus dan zit je al een probleem. Maar als volgende, nieuwe ores. We hebben gewoon nieuwe ores, zo kom op Minecraft. En als ik die heb, gewoon in deze lijst, maak ik dat ik een nieuwe video, denk ik, erover, die deze ores bevatten. Koper moeten we hebben, tin moeten we hebben, titanium moeten we hebben, zilver moeten we hebben, nikkel moeten we hebben, aluminium moeten we hebben en brons. Dat zijn de meest voorkomende ores in de modpacks van Minecraft en in het echt, volgens mij ook. Dus die bekend zijn. Onder de mensen die Minecraft spelen en onder de mensen die niet Minecraft spelen. Waar zijn die? Die moeten gewoon in Minecraft zitten. Bijvoorbeeld een kleur kiezen. Nou, wat zou koper moet bijvoorbeeld oranje zijn. Toch? Ja. Tin moet dan bijvoorbeeld een kleur hebben. Tin, ja. Een beetje cyan, maar ook een beetje groen ertussendoor. Een beetje wit of zo. Een van die twee. Titanium moet wit zijn. Zilver lichtgrijs. Met een beetje wit. Nikkel, een beetje geel. Maar wel een beetje donkergrijs. Een beetje mix. Aluminium lichtgrijs. En brons. Oranje met een beetje bruin. Dat hij een beetje tussen die kleuren zit. Als het ongeveer zo wordt gedaan, dan zou het wel vet zijn. Dan hebben we ook nieuwe ores, nieuwe blokken ermee. En als we ook nog de oorspak uit biomes of plenty. Die ik ook heb in de modpack als het goed is. Maar die kan ik wel krijgen, dus dat is ook vet. Als die er ook bij zitten, dan zou het zo vet zijn. En als je trouwens de ores wilt weten van alle modpacks die in mijn modpack zitten. Bijvoorbeeld biomes of plenty, Tinker's Craft of Industriecraft 2, moet je even op internet zoeken. En dan de laatste, de bonusversie. Waarom willen we niet dat we van elke versie een ster kunnen maken, een slab, een fence en een wall? Dat maak je met een oak plank en 8 sticks omheen. Dan krijg je van 9 van die blokken. En als je daar een stervorm van maakt, een slab, een wall en een slab en een trapdoor. Een trapdoor maak je dus met 4. Een heads maak je met 1. Dus stel ik wil dan met... is dit het blok.
Dan doe je dat zo met stairs. Dan maak je dat. Dan heb je dus de vorm. En als je daar met een, bijvoorbeeld de goalblok op klikt, heb je daar dus al. Als je daarop klikt, dan gaat de goalblok daaromheen. En dan heb je dus een ster. Zo doe je dat met een slab. Zo met een head. Zo met een trapdoor. En zo met een wall. Misschien ook zo met een deur. Dat zou ook wel zo kunnen. Als dat kan, kunnen we van alle blokken deuren maken. En dan kun je het eigenlijk in de boekenkast gewoon klikken en heb je een deur erin. Hoe vet zou dat zijn? En dan kun je van al deze blokken doen. Van red sand. Tot stripped acacia wood. Tot puzzle. Tot chiseled stone bricks. Naar emerald block. Dead horn. Coral block. Of lime terracotta. Of white concrete powder. Of sticky piston. Zoals TNT. Dropper. Composter. Een crafting table. De texture dan, hè. Dat zie je dan niet. En zelfs de crafting table tot de fletching table. Zo, dat was even heel veel woorden in. Maar dit zou ik allemaal zo graag willen zien. Dat dit gewoon wordt toegevoegd. Allemaal van die simpele dingen. Die eigenlijk best slim zijn. Om Minecraft net een tikkeltje beter te maken. Dit was de video. De volgende video wordt waarschijnlijk de Snapchat video. Samen met die van vorige week. Ik speel natuurlijk wel in. Maar, ja, of ik doe die van volgende week niet. Want ik heb die wel in zo'n survival aflevering verteld. De allereerste. Van de modpack. In ieder geval, volgens mij komt de modpack survival als tweede online deze week nog. En de Snapchat video als eerste. Van die twee. Hou het leuk. Like deze video. En bedankt voor het kijken. Later!